Een paard heeft zich woensdagmiddag flink in de nesten gewerkt toen hij wegvluchtte uit een weiland bij Leur. Waarschijnlijk is hij geschrokken van zijn deken die losliet en tussen zijn benen terecht kwam. Het dier kwam uiteindelijk in een droge sloot langs de kant van de Van Balverenlaan terecht. Hij moest door een team brandweermannen gered worden. Het paard moest door een dierenarts verdoofd worden om gered te kunnen worden, maar heeft het wel overleefd. Het is onbekend hoe het nu met het dier gaat. Een dierenarts heeft het dier een infuus gegeven en onderzoekt het verder. De eigenaar van de paard wilde niet herkenbaar in beeld.